Dag lieve kijkbuiskinderen, welkom op mijn YouTube kanaal, hashtag meesterbos gaat los. Vandaag gaan we bezig met les en basistaak 16. En die gaan over kolomsgewijs delen, dat moeilijke woord, wat ik ook wel graag de HAP-methode noem. Daar heb je al mee geoefend en dit is je laatste herhalingsles voor de toets, dus je moet na vandaag zeker weten dat je deze sommen kunt. Ik ga er één voor doen, een moeilijke. Twijfel jij nou aan het einde van deze les of aan het einde van mijn instructie of je dit goed genoeg kunt, dan wil ik heel graag dat je de instructie van rekenen van les 2 of les 3 terugkijkt. Het liefst van les 3, daar leer je het meest van. Dus les 3 kijk je terug als je dit moeilijk vindt. Dat gezegd hebbende gaan wij nu beginnen met deze som. Er staat een grote deelsom. Namelijk 3732 gedeeld door 23. Je ziet al dat ik mijn hulprij op het bord heb getoverd en dat we deze in zo groot mogelijke happen gaan oplossen. Waarom? Dan zijn we sneller klaar. Het kan zijn dat hij met rest is, het kan zijn dat hij niet met rest is. Ik heb zelf ook nog geen idee. We gaan het samen doen. Ik ga je vertellen wat er in mijn hoofd omgaat en jij gaat kijken of jij dat ook kunt deze les. Vind je het te snel gaan? Vind je het moeilijk? Wil je wat meer uitleg? Dan pak je les 3 erbij. Of dan weet je mij natuurlijk, als je les 3 hebt gekeken en het nog steeds lastig vindt, te vinden in de Meet. We gaan beginnen. Oké, ik ga eerst mijn hulprij maken voor 23. 1 keer is 23 natuurlijk. 2 keer is 46. 4 keer is 92. 8 keer is 184. En 10 keer is dan natuurlijk 230. De helft van 230 is 165. Nee, wacht. Nee, dat is niet 165. Sorry. Wuppetje. Dat is natuurlijk 115. Zo. Meestal ook weer even scheppen. Je mag met de nullen rekenen, want als we hier uit moeten kiezen, zijn we heel lang bezig. En daar worden we natuurlijk allemaal een beetje moe van. We gaan eens kijken, kunnen wij een hele mooie grote hap eruit nemen? Nou, waar ik dus nu voor ga, is eerst eens kijken van boven naar beneden, wat past er ongeveer in? Die past er in bij de voorste twee getallen, maar bij die 46, dat is al groter dan 37. Daar zit ik er dus al overheen. Dus wat ga ik doen, is ik ga hier eens even kijken, 10 keer, dat kan wel. Nee, ik ga er toch nog een 0 achter plaatsen, volgens mij kan dat. Nulletje erachter. 2300 of 2300. Past dat daarin? Ja, natuurlijk. Het is kleiner. Dus ik schrijf eronder. 2300. Rechteronder, zodat je je minsom die ik nu ga doen, niet verkeerd uitrekent. Van boven naar beneden. 2 min 0 is natuurlijk 2. 3 min 0 is natuurlijk 3. 7 min 3 is 4 en 1, 3 min 2 is 1. Heel mooi. Oké, wat is de volgende hap die we gaan doen? Nou, ik ga weer naar die voorste getallen kijken. Ik zie daar 14 staan. En 14, dat is kleiner dan die, dan die, dan die, dan die, dan die. Maar hier zijn de voorste twee getallen 11. Dus dit is een trucje, dat heb ik nog niet eerder zo verteld. Dit is hoe ik als meester vaak snel kijk wat zou er ongeveer in passen. En natuurlijk check ik mezelf. Maar dan kun je makkelijker de grootste hap vinden. Dus nu ga ik hier eens kijken. 5 keer past sowieso, maar ik kan er nog een 0 achter zetten. Dus ik moet hier natuurlijk nog even 100 keer neerschrijven. Dat was ik vergeten. Mijn volgende hap, dit wordt er eentje van 50 keer. Ik schrijf 1150 op. Streep eronder, min ernaast, van boven naar beneden. 2 min 0 is 2, 3, min 5, dat kan niet. De 4 wordt een 3. En de 1 die je dus geleend hebt, die gaat naar de andere 3 toe. Dan krijg je 13, min 5, dat is 8. 3, min 1, dat is 2. En 1 min 1 is 0, dus je hoeft niet op te schrijven. Nou kom ik al lekker in de buurt, jongens. Dit schiet op. Ik ga eens even kijken. Voorste 2 getallen is 28. Dus ik zie meteen dat deze daar heel erg in de buurt ligt. Dus ik ga daar een nulletje achter schrijven. En ik had natuurlijk ook die 10 keer kunnen pakken. En dan schrijf ik daaronder 230. 10 keer. Streep eronder, min ernaast. 2 min 0 is 2. 8 min 3, dat is 5. En 2 min 2 is 0. Dus die hoef ik niet op te schrijven.
52. Ik weet dat 1 keer past. Ik weet dat 2 keer past. Dan moet ik zelf even denken, want 3 heb ik niet opgeschreven, maar 3 hoort wel in de rij. Die zou hier tussen komen. Even kijken. 46 plus 23, dat is 69. Nee, 69 is groter, dus ik kan alleen maar voor een hap van 2 keer gaan. 2 keer is 64. Min daarnaast, 2 min 6. Dat kan niet. Gaan we lenen van de buren. De 5 wordt een 4. En de 1 gaat hier naartoe. 12 min 6 is 6. En 4 min 4 is 0. Nou staat mijn antwoord verstopt hier op het bord. Ik begin aan de rechterkant. Dit is namelijk mijn antwoord. En dit is mijn rest. Mijn antwoord is 100 plus 50 plus 10 plus 2. 100 plus 50 is 150. 160, 162. Maar ik heb nog wat over en noemen we rest. En rest mag je met een R en een punt opschrijven of het woordje rest. Ik doe het met een R en een punt. R punt 6. En dan is dit mijn antwoord. Ik heb je een kort kijkje gegeven in mijn hoofd. Deze week heb je een paar basistaken. Dat zijn herhaling van taken en lessen die je eerder hebt gehad. Mocht je iets niet snappen, kun je altijd teruggaan in de rekeninstructies van blok 5 en daar de instructie vinden die bij je taak past. Voor vandaag staat basistaak 16a en 16b op het programma. Die moet je eerst maken, daarna je pijltaken en ik heb voor jullie extra eigen taken klaargezet, zodat je daarna je rekenuur vol kunt maken. Mocht je nou als een trein gaan en tijd over hebben en op een gegeven moment zijn de taken op, of vind je dat er echt niks meer leuks tussen staat, dan mag je een berichtje achterlaten in Google Classroom of in de Meet komen en mij om nieuwe eigen rekentaken vragen. Ik weet niet of je er heel veel tijd voor hebt, want ik denk dat je nog wel even zoek bent met basistaak 16a, b en de pijltaak. Ik hoop dat jij dit kunt, want dat betekent namelijk dat je elke moeilijke deelsom kunt oplossen. En dat is super fijn. Ik wens jou heel veel succes. Vond je dit te snel gaan? Ga je terug naar les 3 op YouTube en bekijk je die instructie nog een keer. Daarna zul je het snappen. Ging het wel goed en kon je het volgen? Begin je nu met basistaak 16a en 16b. Ga je daarna door naar de pijltaak en de eigen taak. Ik wens je heel veel succes. Ik zie je in de meet. Tot die tijd. Ciao.